Nou, goedemorgen. Daar ben ik met mijn kopje thee. Ik had hem net ingeschonken. Ik heb er wel wat honing in gedaan, want ik had last van mijn keel. En ik dacht, oh, nu wil ik net zoveel gaan vertellen. Ik hou van praten. En nu werd ik vanochtend wakker met een beetje last van mijn keel. Maar mijn dochter is ziek geworden vorige week, dus misschien heb ik wat van haar gekregen. Ik was net dus live op mijn persoonlijke pagina. Dus leuk dat je bent gekomen naar mijn bedrijfspagina, Sandra. Super tof. En ik zal nog heel eventjes wachten, want misschien dat er zometeen nog andere mensen komen. Hey Patricia. Sorry, ben je meteen te hoesten. Hey Ebru, ben je ook toch hier? Ja, je zei het al, hè? Dat je het toch wel interessant vond. Nou, gezellig dat jullie ook allemaal hier zijn. Yvonne, jij komt ook gezellig deze kant op. Jullie switchen gewoon van het een mee naar het ander. En Tony is er ook. Nou, leuk hoor. De reden dat ik op mijn bedrijfspagina zit, is omdat natuurlijk Facebook, en ik zit nu op mijn bedrijfspagina, dus dat kan ik natuurlijk dan heel goed vertellen, ook aan jullie, want de meeste van jullie zijn ondernemers op Ebruna, volgens mij. Maar als je natuurlijk dingen doet op je privépagina vindt Facebook niet zo fijn. En daarom zeg ik ook altijd tegen mijn deelnemers: je kunt wel dingen delen op je privépagina, maar niet te veel en ook niet echt linkjes naar naar je bedrijf of naar wat dan ook, omdat Facebook dan het op een gegeven moment kan blokkeren, je persoonlijke account. Daarom is het ook niet handig, wat ik bij heel veel ondernemers zie, dat ze hun persoonlijke account vanuit hun persoonlijke account hun bedrijfsnaam voeren en daarmee mensen aanspreken of daarmee contact hebben, of hun klanten zitten ook op hun privépagina. Want als zeg maar Facebook daarachter komt, dan halen ze je eraf. En dat komt dus omdat de bedrijfspagina, dat is waarmee je advertenties kunt maken. Dus dat is waarmee Facebook geld kan verdienen. En als je dus, ja, Facebook is natuurlijk een gratis platform. En dit kan maar gratis zijn als bedrijven betalen voor het gebruik van Facebook. Dus doordat ze advertenties maken en zo. Dus ja, en ik heb wel eens echt inderdaad mensen gehad waarvan hun account is geblokkeerd of weet ik veel wat. Dus vandaar dat ik ook graag vanaf mijn bedrijfspagina dingen doe. En ik weet dus dat heel veel mensen zeggen dan, die ondernemers zijn, ja, maar vanaf mijn bedrijfspagina heb ik bijna geen reacties. Dat klopt. Je hebt bijna geen reacties. Heb ik zelf ook niet. Uiteindelijk gaat het niet om de likes en om de reacties. Dat is ook niet bij Instagram. Tuurlijk is het goed als je dat hebt voor het algoritme. Maar het is altijd beter, zeg maar, om de connectie aan te gaan met een ander. En ik heb heel veel connectie met mensen ook, zeg maar, achter de schermen. Via Messenger of via een DM op Instagram. En als je dat hebt, dan weet Instagram en Facebook, oké. Jullie vinden elkaar interessant, want jullie reageren op elkaar. En dus zul je dan wel die posts van diegene in beeld blijven zien. En dat is dus voornamelijk eigenlijk privé. En voor een bedrijf is eigenlijk dus goed om het op eigenlijk de meeste dingen. En als je bijvoorbeeld een link naar je website wil delen, om dat echt van je bedrijfspagina te doen, zodat je geen problemen krijgt met je privépagina. Nou, dat in ieder geval even gezegd hebbende, waarom ik dus inderdaad op mijn bedrijfspagina ging. Het grote nieuws gaan aankondigen is dus eigenlijk daarop. Nou, groot nieuws klinkt meteen een beetje heel heftig. Ik weet niet, ik zie dus wel al een paar yogadocenten hier. Ik zie niet iedereen. Even kijken, ik kan ook niet zien hoe of wat. Ik denk, wat ik doe, ik zal meteen ook even Instagram live openen. Is net zo gezellig. Doet Instagram ook gezellig meteen mee. Dus, en dat is ook wel leuk, zeg maar, voor jezelf om te kijken van waar krijg je dan de meeste reacties op? Krijg je dan reacties op Facebook of krijg je dan reacties op Instagram? Dus, nou, in ieder geval, we zien het allemaal wel. Nou, wat ik dus wilde vertellen is, vandaag op 19 februari is voor mij eigenlijk een speciale dag. En zo denk ik, wat is er aan de hand? Nou, maak eigenlijk altijd een soort van planning voor het jaar. En zoals jullie weten heb ik allemaal mijn jaarkalender. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik zal hem heel even laten zien. Hij hangt ook bij mij hier aan de muur, zien jullie hem? Helemaal ingevuld. En op die jaarkalender maak ik altijd een planning. En daar heb ik natuurlijk ook gratis video's voor, dat mensen dat kunnen invullen.
En, maar waar ik ook altijd mee rekening mee hou, is met de volle maan en met de nieuwe maan. En dat is dan dus ook een van de redenen waarom ik eigenlijk dit jaar op die kalender, want het is al het derde jaar dat ik deze kalender heb, maar dat ik dit jaar ook de volle en de nieuwe maan erop zet. Omdat het zo belangrijk is om als ondernemer in de flow te zijn met jezelf, dat je je eigen ritme kent, maar ook dat je het ritme kent van de maan. En dat je weet hoe het werkt qua meridianen. Dat is ook een van de redenen waarom ik level 3 doe. Om nog meer in lijn te komen met mijn eigen energie en met de meridianen. En, maar ook met de maan. Dus ik heb nu ook een groep van 4 docenten. Die zitten bij mij in de mastermind. En mijn mastermind groep heet Business Satsang. Waarbij ik ze eigenlijk leer om meer te gaan leven vanuit flow. En als je zelf persoonlijk leeft vanuit flow, gaat je bedrijf ook veel makkelijker vanuit flow. En waarbij we ook elke maandag eigenlijk bij elkaar komen en planning maken. Oké, dit zijn de doelen voor deze week. En op vrijdag, dit is wat we gaan gaan we onze successen vieren. Hebben we de vrijdagmiddagborrel. Want sinds ik alleen ben, heb ik eigenlijk nooit meer een vrijdagmiddagborrel gehad zonder collega's. Dus dat is echt super tof. En vandaar dat ik ook afgelopen maandag ben, heb ik een blog geschreven hoe belangrijk het is dat je voor jezelf doelen maakt. 1 voor ontspanning, want jij staat bovenop, zonder jou geen bedrijf. En 3 voor je bedrijf. En ik vind het ook super tof dat al 2 mensen die template hebben gedeeld in de stories op Instagram. Omdat dat ook meteen een stok voor jezelf achter de deur is. Als je voor jezelf geen doelen hebt, komt het er ook niet van. En nu ben ik niet van de plannen en de doelen maken. Ik maak ze voor het hele jaar, maar ik kan het ook weer heel gemakkelijk weer omgooien. Dus als ik denk, nee, dit voelt niet goed, het wordt heel anders, dan wordt het denk ik een totaal ander plaatje. Nou, 19 februari, want daar wilde ik eigenlijk op komen, was voor mij een belangrijke dag, omdat ik dan eigenlijk iets moest gaan aankondigen. Ik dacht, ja, wat ga ik aankondigen dan? Maar ik dacht, ik schrijf het gewoon op in mijn agenda. 19 februari ga ik iets aankondigen. En 9 maart is het volle maan. Dat was een hele goede dag om met iets nieuws te starten. Dat is het moment dat ik begin met mijn challenge. Dus de challenge van yoga-leider naar yoga-leider. Dus van een korte, lange ei, als je leidt in je bedrijf, naar een korte ei. Als je dus zeg maar echt een leiding hebt over je eigen bedrijf. En waarom 9 maart? Omdat dat ook een volle maan is. En het zit net aan het staartje van Mercurius. En ik weet niet of jullie weten hoe Mercurius zit. Dus dat is ook inderdaad wat ik een beetje over ga vertellen. Maar Mercurius is een planeet en die draait retrograde. Dus die draait de andere kant op. En dat betekent als die de andere kant op gaat, dan gaat alles trager. Er zijn miscommunicaties. Dingen gaan fout, zeg maar, qua techniek. Dus mailtjes worden niet verstuurd, mensen begrijpen elkaar niet. Ik zal ook nooit een retreat organiseren tijdens een Mercurius-periode, want dan heb je grote kans dat iedereen ruzie krijgt met elkaar. Nou, dat wil ik absoluut natuurlijk niet. Dus dat is voor mij gewoon heel erg belangrijk. Mercurius is een periode dat mensen naar binnen gaan keren. En er zijn files, opstoppingen, dus het is geen goede tijd sowieso om te reizen. En heel veel afspraken worden afgezegd. Dus stel als jij nu masseur bent en heel veel mensen zeggen een afspraak af, of je hebt een ander bedrijf, is het logisch dat mensen afspraken gaan afzeggen tijdens de Mercurius-periode. Want met verjaardagsfeestjes en zo, op een gegeven moment hebben ze denken ze meer, oh nee, ik heb geen zin om naar dat feestje te gaan. Ze keren naar binnen, dus daardoor zeggen ze dat af. En dus ja, ik dacht, wat ga ik aankondigen tijdens die 19 februari midden in Mercurius? Maar eigenlijk is het zo dat je zult merken dat je de komende weken misschien naar binnen gekeerd bent. Dat het allemaal niet meer zo lekker loopt. Dat je niet goed weet wat je moet doen. Maar dan weet je dat het niet aan jou ligt. Het ligt dus inderdaad aan de planeten. En als je dus denkt, het juist van mijn bedrijf loopt niet zo goed. Dan is het juist zinvol om mee te doen met de challenge als de Mercurius afgelopen is. Zodat je wel weet hoe je het anders wil hebben. Want soms heb je juist die periodes nodig dat je je even niet goed voelt. En dat je denkt, ja, ik voel me kloten. Ik weet niet, hoe moet ik nu verder? En hoe moet ik nu verder met mijn bedrijf? Juist dat soort dingen heb je juist nodig om weer een nieuwe stap te maken. En dat is waar ik je natuurlijk heel graag bij wil helpen met die challenge. En die op 9 maart start. En dus ik zal daar ook nog wel even de link. Ik zal hem even in ieder geval hier bij de bedrijfspagina. Zal ik hem even inzetten. En op mijn Instagram zal ik hem later nog wel even delen. Dus dat is eigenlijk mijn Mercurius. En
ja, waarom laat ik eigenlijk altijd die datums berekenen? Want bij mij ligt eigenlijk alles vast. Bijvoorbeeld op 2 april dit jaar ga ik starten met de online training van yogadocent naar online yogadocent. Omdat dat is op een donderdag. Waarom op een donderdag? Nou, omdat dat een heel goed moment is voor mensen om te starten met iets nieuws. Dus dat is niet alleen voor mij, maar dat is voor iedereen. Dus en de mensen die op dat moment starten, die zullen waar ze op dat moment mee gaan starten, dus of dat nou met mijn training is, of dat nou met die taal iets anders is wat jij bedenkt, het zal succesvol worden op de langere termijn. Dus en ja, sommige mensen vinden het dan wel zweverig, dat is ook prima. Ik neem er even een slokje met honing. Dat is helemaal prima, maar dat is natuurlijk ook wat mij maakt en waarom mensen voor mij kiezen. Omdat ik denk, yogadocenten, maar ook kindercoaches die ik begeleid, therapeuten en andere spirituele ondernemers. Je kan niet zeggen, oké, dit is je social media plan en zo moet je het allemaal gaan plannen. Nee, ik ben echt van, je moet kijken wat bij jou past en waar jij je prettig bij voelt. En dat is wat je moet gaan doen. En dat is wat we samen gaan ontdekken altijd tijdens zo'n training. Dus ik bied je van allerlei dingen aan. En aan jou de keus van, oké, dit past bij mij of dat past bij mij. En dan ga ik het op die manier doen. Dus eigenlijk alle data die ik heb op mijn kalender zijn eigenlijk allemaal afgestemd op mij of mijn toekomstige klanten, zeg maar. Dus dat wilde ik even met je meegeven. Omdat dat ook heel interessant is om voor jezelf bij te houden. Met wat zijn jouw piekmomenten, wat zijn jouw dalmomenten. Nou ja, maandag natuurlijk een blog over geschreven. En daarom die templates ook gemaakt. Maar ja, het is gewoon heel goed om dat in de gaten te houden. En dus nou, dat is natuurlijk al super tof. En waar ik dus eigenlijk gisteren ook achter kwam. En dat was eigenlijk een inzicht wat ik met jullie wil delen. Is dat ik gisteren 2 vrouwen bij mij had. Die zeg maar met mij wilden oefenen voor de ademcoachopleiding. En zij volgden mij dus al jaren. En ze hebben een beetje al heel het proces gevolgd. En het grappige is, ze hebben nooit echt gereageerd onder een post van mij. Dus dan ken ik de naam niet. En ik heb dat heel vaak, dat mensen zeggen, ja, maar ik volg jou op je podcast of ik volg je daarbij. Maar dan weet ik dat gewoon niet. En op een of andere manier heb ik indruk gemaakt op die mevrouw die in de ochtend kwam. En die zei, ik volg jou heel lang en ik ben life coach en bla bla bla. Dus, en ze vond het gewoon allemaal inspirerend. En ze kon heel veel dingen over mij vertellen. En ik dacht echt, oh, dat is wel heel bijzonder. Want zonder dat ik het weet, heb ik eigenlijk iets aangeraakt in haar leven. En waardoor zij bepaalde keuzes ook heeft gemaakt. En hele krachtige keuzes ook. 'S Middags kwam er een andere mevrouw bij mij. Die had, me volgde me ook al een tijdje. En die is ooit bij een moodboard workshop geweest. Die ik heb georganiseerd samen met iemand anders. En ik denk dat het echt 2011 of zo is geweest. 2012. Bij mij in de yoga studio. En zij heeft nu een bedrijf in het maken van vision boards. En dus het zaadje is eigenlijk geplant op die workshopdag. En dat was ook zo leuk. Dat ik dacht, oh, wauw. Weet je wat dat? En vorige week was er een moeder van een kind dat bij mij in de kleuters heeft gezeten. Nou, die jongen is ondertussen 20. En die houdt heel erg van muziek. Maar dat was ook een jongen die bij mij bij de kleuterklas op de toetsen ging spelen. Dus misschien toch nog leuk dat je kijkt, Ebru, hè? Want ik weet niet of jij dat ook nog weet. Maar dan had ik allemaal kleurtjes op de toetsen gedaan. Want ze kon natuurlijk nog geen noten lezen. En kleurtjes op een soort van muziekblad had ik gemaakt. Ze wisten welke kleurtjes ze in moesten doen en hoe lang ze het aan moesten houden. Zodat ze toch een muziekstuk konden spelen. En ik dacht echt, hij was daar heel fanatiek in en uiteindelijk heeft hij daarmee ook weer op het podium gedaan. Dus ook op die manier heb ik hem aangeraakt. En ik sprak vorige week ook een docent op school van mijn dochter. Haar zoon is inmiddels ook 17. En die was ook kleuter bij mij. En die heette Luca. En toen ik op vakantie was in Italië, had ik een fles Luca zonnebloemolie meegenomen. Waarbij hem het zaadje is geplant. Oh, ik wil ooit naar Luca. En dat is ook wat ik dus van die moeders terugkreeg. Dat die kinderen het gewoon nog steeds over mij hebben. Terwijl het echt super lang geleden is dat ik kleuterjuf ben geweest. En dat was eigenlijk voor mijn inzicht. Dat ik dacht, moet je kijken hoeveel zaadjes je hebt geplant bij mensen om je heen. En hoeveel dingen je hebt achtergelaten bij die ander. Zonder dat je dat weet dat je dat hebt gedaan. En ik werd er wel een beetje emotioneel van. Want ik dacht bij mezelf, oh, dat is wel heel bijzonder. En als ik dan dus ook kijk, het is niet alleen de mensen in de yogales die iets meegeeft. Maar ook als ze wat leren. En zij delen dat ook weer met hun gezin en hun familie en hun collega's en hun vrienden. Wat voor effect dat heeft op
ja, dus wees voorzichtig ook met wat je zegt. Want wat jij zegt wordt door sommigen voor waarheid aangenomen. En zij gaan dat weer verder vertellen. En nu weet ik dat, ja, mijn yogalessen waren niet alleen maar, oh, standaard, we doen handhoudingen. Nee, ik wilde ook gewoon de achterliggende gedachten van yoga meegeven. En dat is toch dat, het onderwijs wat in mij zit, is het educatieve. Dus hetzelfde is met die kinderyogalessen nu. Ik heb heel veel mensen die hebben mijn kinderyogalessen overgenomen. Omdat de themakisten weg waren, wilden ze graag de lessen die ik hier in mijn computer heb staan, van me overnemen. En ik vind het alleen maar fijn dat ik op deze manier eigenlijk mijn kennis voor de kinderyoga weer nog verder kan doorgeven. En omdat het ook niet zomaar een yogalesje was, maar er zitten ook echt heel educatieve dingen in. En ik vroeg me dus af, dus ik ben eigenlijk benieuwd naar... Hey, Eugenia, I'm also going to tell about you. Dus ik vroeg me eigenlijk af wat... hoeveel mensen jij allemaal niet aangeraakt hebt. Hè? Want je denkt bijvoorbeeld, oké, ik heb maar 10 lessen mensen bij mij op les. Of ik heb maar 100 mensen bij mij op les. Maar eigenlijk raak je niet 100 mensen aan, maar raak je ook nog de omgeving van hun aan. En dat is wat ik natuurlijk ook heb. Weet je, met mijn challenges alleen al heb ik al 4000 mensen of zo gehad die mij gevolgd hebben. En de mensen die mijn programma's hebben gevolgd en ook de mensen die nu een online training bij mij hebben afgenomen om een online programma te maken. Bijvoorbeeld als je alleen al kijkt naar Irene Vos, die heeft er meer dan 100 verkocht. Diana Abe, meer dan 100 van de Yoga Nidra. Dus ook op die manier mag ik bijdragen aan hun kennis verspreiden. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder om bij stil te staan. Dus ik weet niet of jij daar zelf al zo bij stilstaat. Van hoeveel mensen bereik je direct, maar eigenlijk dus ook indirect. Want die moeder was ook nog steeds blij dat ik haar zoontje had geleerd hoe ze de massage moest doen op de rug. Met de zon en de maan en de regen. En die zei ook van, ik heb er nog steeds profijt van, want soms moet ik nog steeds mijn rug masseren. Dus dan, hoe leuk is dat? En maar ook superleuk dat je dat dan terughoort, zoveel jaren later. En toen dacht ik, oké, dat ga ik dus inderdaad vertellen op die 19 februari. En wat ook super belangrijk is als je ondernemer bent, is om zichtbaar te zijn. En dat zeg ik ook echt zo vaak. Weet je wel, laat jezelf zien. En het mooie daarvan is, ik neem nog even een slokje, is dat, dat ik dus nu ook benaderd word door mensen uit Amerika die mij willen interviewen. En één daarvan is dus Eugenia die net kijkt. En zij woont in New York. Zij heeft me van de week geïnterviewd. En dat komt in maart uit. Dus ik ga nog even allemaal delen hoe je daarvoor kunt aanmelden. Dat je die video kunt zien. En had zij mij gevonden als ik niet zichtbaar was geweest? Waarschijnlijk niet. En gisteren heb ik ook nog een gesprek gehad met een andere mevrouw. En dan weet ik niet meer waar die nou vandaan kwam. Maar dat was meer uit LA. Ik heb het volgens mij wel opgeschreven. Maar... uit LA woont ze, California. En die wil ook interviewen met mij. En ik dacht echt in eerste instantie, dit is spam. Waarom willen die mensen een interview met mij? En hey Esmee. En ik begreep het gewoon niet. Maar ze zeiden dus, ja, we hebben je gevonden. En we did research. En we kwamen bij jou. En we willen graag een interview met jou. Omdat we het zo inspirerend vinden wat jij doet voor de yogadocenten. Dus... nou ja, dat had 6 uur thuisverschil in met New York. En ze had dus 9 uur thuisverschil in met California. Dus daar ga ik het interview nog mee doen. En zij zei ook, ja, you have to show up. En ik dacht, ja, dat is het. Laat jezelf zien. Dat is natuurlijk ook wat ik altijd zeg. Laat jezelf zien. Laat zien wat je in huis hebt. En je hebt zoveel kennis in huis en... Bij mij is het altijd, natuurlijk, ik heb eerst op school weer gelezen. Ik heb in Turkije gewerkt als hostess. Weet je wel, ik heb heel veel verschillende dingen, maar daardoor ook heel veel verschillende kwaliteiten, zeg maar, eigenlijk ontwikkeld. En dus ook heel veel verschillende mensen aangeraakt in hun leven. En ik denk dat dat de reden is waarom we hier allemaal op aarde zijn. Om onze lessen te leren, om er sterker uit te komen... En soms is het wiel beneden en soms is het wiel boven. Soms is het dag, soms is het nacht. Maar dat is het ritme van de natuur. En ja, om gewoon in lijn te zijn met jezelf. In flow te zijn met jezelf. En als je doet waar je zelf blij van wordt. Dan zul je ook de mensen aantrekken die bij jou
willen horen en van jou willen leren. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat van jou willen leren, dat ze je kennis willen overnemen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat is ook naar hetgene wat ik dus zo tof vind, want ik zei, ik heb iets heel tofs voor jou. Nou, dat is dus dat ik denk, oké, tof dat ik ben geïnterviewd in Amerika, maar daarmee wil ik ook laten zien dat jij in control bent van je eigen bedrijf. En dat het soms even minder is en soms gaat het weer goed. Soms moet je dingen loslaten om ruimte te maken, om te creëren weer voor iets nieuws. Toen ik mijn baan opzij op school, vond ik het heel spannend. Maar ik dacht, nee, ik ga verder met de yoga. En achteraf was het een goede keuze geweest. Ik heb er heel lang over nagedacht, maar ik had die keuze ook niet eerder kunnen maken. Dus weet je wel, het hoort gewoon bij het leven. En ik gun dat iedereen en dat gun ik jou ook. Dus daarom wil ik ook dus eigenlijk groot aankondigen dat ik dus weer ga starten met die challenge op 9 maart, op volle maan, 9 maart, zodat jij leert, zodat jij je angsten aankijkt, zodat je kijkt van, wat vind ik spannend, wat wil ik eigenlijk liever niet doen, maar weet ik dat eigenlijk wel moet, of wat ga ik echt loslaten, dat je echt keuzes gaat maken, dat je contact gaat maken met jezelf, met je innerlijke mentor, dat is eigenlijk jouw oudere ik, die jou kan helpen en raad kan geven bij alles waar je op dit moment mee worstelt. En ja, zodat je gewoon zelf steviger in je schoenen staat en meer vertrouwen hebt en meer zelfvertrouwen in jezelf, maar dus ook in je bedrijf. Want als jij het goed doet, hey Monique, gezellig dat je ook op mijn bedrijfspagina zit. Ik zei net van mijn privé, ik ga naar mijn bedrijf. Want ik dacht, ik wil jou niet mee lastigvallen. Maar in ieder geval, oh, je hebt natuurlijk ook je eigen bedrijf nu. Ja, ik ben even vergeten. Dus maar in ieder geval dat het dus super belangrijk is dat je in lijn bent met jezelf. En ja, dat ik je daarbij kan helpen, gratis, vanaf 9 maart. Dus dan ben ik 5 dagen lang jouw business coach. En of je dus inderdaad yogadocent bent, of therapeut, of coach, of wat dan ook. Weet je, ik heb heel vaak mensen die zeggen, ja, maar kan je mij wel begeleiden? Ik ben danser, of ik ben inderdaad kindercoach, vrouwtherapeut of voedingscoach. Uiteindelijk maakt het niet uit, weet je. Het gaat er altijd om dat je leert om bij jezelf te blijven, om te ondernemen vanuit jezelf. En om te zorgen, oh, je kijkt zelfs helemaal vanuit Spanje mee, Danielle. En om te zorgen dat je doet wat je te doen hebt. En als hetgene wat jij te doen hebt, als dat de bedoeling is, als jij weet wat jouw zielsmissie is, hè? En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren achterkomen. Je kunt gewoon je zielsmissie. Ja, daar heb ik ook speciale vragen voor in mijn trainingen. Maar je kunt dat altijd ook uitrekenen. Hè? Je kunt je levensdoel uitrekenen aan de hand van numerologie. Maar als jij dus inderdaad zorgt dat je heel dicht bij jezelf blijft, dan zal het ook allemaal meer in flow gaan. En als jij voelt dat het heel erg lastig is, en ik zeg, ja, maar ik vind het zo lastig om me te laten zien op social media, ik vind het lastig om dit of om dat te doen, ja, dan gaat het ook lastig met je bedrijf. En dan moet je dus eigenlijk afvragen, is dit echt wat ik wil? Of wil ik iets anders? En het is natuurlijk hetzelfde als dat er heel veel mensen een baan hebben die ze helemaal niet leuk vinden. En uiteindelijk komen ze in een burn-out en dan moeten ze wel. Dan moeten ze wel naar zichzelf kijken. En ik denk dat is eigenlijk beetje het belangrijkste eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ja, ik blijf altijd heel. Dus ik weet niet of er vragen over zijn. Weet jij zelf wat jouw levensmissie is? Weet jij zelf hoeveel mensen je hebt aangeraakt in je leven? Kijk bijvoorbeeld net Monique, die is ook juf op school. Hoeveel kinderen heb je dan eigenlijk niet iets meegegeven voor de rest van hun leven? En je denkt dan, nou, dat onthouden ze misschien niet meer later. Maar misschien dus gewoon wel. Dus ja, weet je wel, je kunt dus inderdaad kijken van, oké, ik moet dit en dit en dit plannen en ik hou me aan die planning. Ik vind het zelf altijd fijn om te kijken en rekening te houden met die volle maan, die nieuwe maan. Vandaar dat het dus ook op mijn kalender staat, met Mercurius. En ook, zeg maar, wat belangrijke datums zijn voor mij. Hè, wanneer moet ik inderdaad iets aankondigen? Wanneer moet ik iets starten, zodat het meest succesvol is voor mij en mijn deelnemers voor de langere termijn? Dus ja, zit altijd overal wel een bepaalde reden achter als ik iets doe. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat normaal gesproken helemaal zo ga vertellen. Maar ik dacht, eigenlijk is het wel heel goed om te vertellen. Want dat is natuurlijk de reden hoe ik werk. En als jij denkt, ja, dat lijkt me ook fijn. Ja, dan is het gewoon heel goed om je ook aan te melden voor die challenge. En juist nu even, nu Mercurius retrograde draait, is eigenlijk echt even naar binnen te keren. En
Ik heb het nog een stukje uitgeprint, zal ik nog even voorlezen. Wat bij Mercurius hoort. En dat is van Fran Tielemans, heb ik dat. Die zegt, misschien voel je wat afgeremd, voel je tegenwerking, of heb je helemaal geen zin in vooruitgang. Want dat hoort dus eigenlijk bij deze periode. Dat is dus heel normaal, want sinds zondag is Mercurius retrograde gegaan. En samen met de wat dooreenschuddende werking van afgelopen volle maan en de hoge trilling kan de extra druk je doen snakken naar herademing, naar de lente, naar de bevrijding van al die bewustwordingsvraagstukken die steeds weer opnieuw aandacht vragen. Je kan er niet omheen. Dit jaar, en zeker deze maand, word je aangezet om alle aspecten van jou en in je leven op een hoger, maar harmonieuzer level te brengen. Dus veel kans dat je veel nadenkt over je relatie, je werk, je gezin, familie, of misschien wel over hoe je omgaat met je lichaam. En dat je duidelijker ziet wat jouw echte prioriteiten zijn. En hoe je jouw echte prioriteiten steeds laat ondersneeuwen door kleine futiliteiten. Dus of door die van anderen om je heen. En dit is ook een deel van deze retrograde. Dus al waar je mee bezig bent, innerlijk en uiterlijk, proberen in balans te brengen. Door heraf te bewegen, te herbekijken, te herevalueren en dan te herschikken. Zodat je het voor jezelf wat lichter kan maken. En wat daarbij helpt, is jezelf een grote dosis humor, luchtigheid, spelen en ontspanning en veel relativeringsvermogen te gunnen. En daarom heb ik ook die templates, hè, van wat doe je qua ontspanning voor in je stories. En door mensen op te zoeken die het beste in je wakker maken en bij wie het niet uitmaakt in welke staat je bevindt. Bij wie je kan zijn wie je bent en door jezelf te koesteren, te luisteren naar jouw innerlijke stem die alleen kan horen wanneer je mind stil is. En jezelf dat te gunnen. En dat kan wat moeite kosten om dat helder te krijgen. En ik denk, dat is natuurlijk wat deze periode over gaat. En het hoort bij februari. Dus het is goed om naar binnen te keren. Het is goed om te genieten van die Mercurius. Om al die vervelende dingen aan te kijken. Om ze op te lossen voor jezelf. En om te kijken, oké, dit wil ik anders. Maar ik weet niet hoe. En dan is die challenge echt supergoed. Die gaat je daar echt heel erg bij helpen. Ik heb het vorig jaar ook gedaan met een paar honderd ondernemers. Meeste yogadocent, zeg maar 80-90% yogadocent. En de rest waren andere ondernemers. Het heeft hun zoveel inzichten gegeven. En het was ook echt gewoon heel tof om te doen. Dus dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. Dus doe vooral mee met die challenge op 9 maart. En zodat je op 9 maart, dan is het hele Mercurius gedoe voorbij. En dat je voor jezelf helemaal helder kunt maken. Dit is de koers die ik wil gaan varen dit jaar. En ook zul je mij dus ergens in maart zien. Bij een Amerikaanse mevrouw. En, twee, dus New York en Pasadena. En en daar ga ik natuurlijk ook over mailen. En als je dat wil zien, dan kun je je daarvoor aanmelden. Dan krijg je waarschijnlijk, hè, zoals ik ze ken, krijg je heel veel mailtjes. Maar in ieder geval, dan ben je daar voorbereid. En ergens in zo'n serie, een interviewserie, kom ik dan in naar voren. Nou, dat is toch gewoon te grappig voor woorden. Ik dacht bij mezelf, ik ga overseas. Nou, dat doe ik natuurlijk al, want ik had natuurlijk al. Ik begeleid al yogadocenten in. Eentje zit in Australië, één in Aruba, die is nu terug verhuisd. Dubai, maar ook Frankrijk, België en Nederland. Dus dat is het voordeel van online, weet je wel? De wereld ligt voor je open, de hele wereld is echt. En dat is ook, dat was heel interessant, wat ik ook met die mevrouw in Amerika zei. Toen zei ik, jullie zijn al zo lang bezig met online. Is het nog steeds interessant online? Dan vroeg ik me dus echt af. Of zijn mensen er voor het op uitgekeken of zo? Zij zei, online is alleen maar in een stijgende lijn. Omdat het super druk is hier in LA. Weet je, je gaat niet van hier naar daar rijden met de auto. Want dan sta je overal keilang in de file. En ik dacht, ja, dus het is bij hun alleen maar nog meer normaal geworden om dingen online te doen, om dingen online te leren. Nederland staat daarin echt in de kinderschoenen. En zelfs zij dus, in Amerika, vinden het interessant wat ik doe. Dus ik heb dan het idee, Amerika loopt heel veel voor. En zij willen eigenlijk van mij leren en daarom mij interviewen. Vond ik ook echt een hele bijzondere gewaarwording eigenlijk. En ik denk ook, net als nu doe ik natuurlijk ook die opleiding. En het is super interessant. Maar ook sommige dingen zijn qua theorie
Ja, dat zou ook gewoon online uitgelegd kunnen worden. En dat je het dan terug kunt kijken in je eigen tijd. En dan hoef je niet 10 keer op en neer. Maar dan hoef je maar 5 keer bijvoorbeeld op en neer. En dat je alleen het praktijkgedeelte daar doet. Ja, ik denk ook dat zou heel veel tijd schelen. Je hoeft geen vrij te nemen voor jezelf. Je hoeft niet op en neer te rijden. Je hoeft geen inval te regelen voor je werk, wat je dan ook doet. Dus ja, ik denk echt online is de toekomst. Ja, sowieso. Ik bedoel, ik doe het natuurlijk al jaren. Maar en ik denk, ja, het staat echt nog in de kinderschoenen in Nederland. Dus het kan gewoon nog echt alle kanten op. Afijn. Oh, vrijdag geef ik trouwens nog een super tof webinar. Power Talk. Alleen voor power. Dus mocht zijn, als je daar nog interesse in hebt, zal ik ook anders nog de link hier zo meteen onder zetten. Dus dat is voor aanstaande vrijdag. En dan heb ik ook echt een super interessant aanbod. Als jij denkt, ik wil trouwens toch ook online, dan zou ik echt vrijdag kijken. Nou ja, in ieder geval, 9 maart, de challenge. Ik zal hem hier nog een keertje delen. En ik zal hem straks ook nog even delen in mijn stories, als dat lukt. In mijn live uitzending. En als je naar het webinar. Wacht, ik zal hem meteen anders even erbij zetten. Webinar en het webinar. Ik weet niet of jullie mij nog zien, want ik zit natuurlijk nu helemaal in te loggen ergens anders. Dat heb ik dus eigenlijk gemaakt aan de hand van. Waar ben ik hier? Aan de hand van de poll. Die ik heb gemaakt. Dus aanstaande vrijdag heb ik een Power Talk. Ik zit er maar even bij. Want ik heb een poll gemaakt in mijn besloten Facebookgroep, de Business Yogis, waar jullie allemaal behoefte aan hebben. En ik heb eigenlijk aan de hand van alles wat jullie hebben aangegeven, waar jullie behoefte aan hebben, dat heb ik allemaal in die Power Talk verwerkt. 15 tips wat je kan doen voor jouw bedrijf. Dus als jij denkt, oké, dat vind ik echt super interessant, dan. Zie ik je graag vrijdag. En het is vrijdagmiddag uit mijn hoofd. Oh, moet nog even nadenken. Erg. Het staat in mijn agenda namelijk. Ja, vrijdagmiddag om 3 uur. Ik zet het al even bij. Vrijdagmiddag 3 uur. De Power Talk. En met speciaal aanbod. Als jij nu al denkt, oh. Ik heb heel veel interesse om die 2 april te gaan starten. Om het maken van mijn eigen online programma. En of dat dan over yoga gaat, of over coaching, of over begeleiding, of wat dan ook. Je kan overal een online programma maken. Echt, er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat kan niet in mijn beroep. Ja, dat weet je niet, want je zit niet online. Weet je wel, dan moet je echt een gesprek met me aan gaan vragen, waarin ik je ga uitleggen dat het wel kan. Want ik weet echt heel veel mensen die dus online gaan, waarvan je zou denken, oh nee, dat kan niet. Dus mocht zijn als jij denkt, ja, ik wil online en ik wil heel graag even die Power Talk kijken naar dat speciale aanbod wat Corine dan heeft. En ik heb natuurlijk echt een super speciaal aanbod, ook omdat we pas 2 april gaan starten. Dus hoe vroeger je altijd instapt bij mij, des te beter aanbod je altijd krijgt. En dat is vrijdag. En als je daar helemaal geen behoefte aan hebt, is het ook helemaal prima. Maar als je denkt, ik wil wel heel graag meedoen met die challenge, die start dus op 9 maart. En het lijkt me heel tof als jij erbij bent. En ook heel tof als je mijn interviews gaat luisteren met die Amerikaanse vrouwen. En ik weet niet of jullie vragen hebben, want ik blijf alleen maar kletsen, kletsen, kletsen. En ik zie wel goedemorgen allemaal staan. En ik zie Sanne, superleuk dat jij erbij bent, man, Sanne. Ik zie Laura. Ik weet niet of Tony er nog steeds is en Yvonne. Dus ja, ik was ook heel benieuwd hoeveel mensen hebben jullie aangeraakt in je leven. Kom je vrijdag ook online voor de Power Talk? Nee, de Power Talk is online in webinar. Daar moet je eigenlijk even aanmelden op die pagina en dan kan je het zien. Even kijken of ik hier nog reacties zie. Dus je zult binnenkort van mij een mailtje krijgen dat je je dus kunt aanmelden om mijn interviews te bekijken in Amerika. Ik vind het echt gewoon helemaal geweldig. 9 maart starten we dus met de challenge. Dus nu even lekker en jezelf en die Mercurius kijken wat wil ik anders doen. 9 maart kan ik je daarbij helpen. Van yoga leider met een lange ei naar yoga leider met een korte ei. En 2 april ga ik dus starten met de online training. Van yogadocent naar online yogadocent. Dat is dus voornamelijk yogadocenten. Maar als je coach of therapeut bent, is het dus ook prima.
Nou, ik zie verder geen vraag volgens mij. Hey Karin, leuk dat je ook even komt binnenvallen. Ik ben hier net klaar. Ik zit een heel lang verhaal te vertellen. En Ebru zegt, oké, duidelijk. Dus, misschien heb jij nog een vraag, Karin? All the way from Africa. Ik wacht nog heel eventjes dan. En anders ga ik zo meteen afronden. Want ik heb er weer veel te lang gekletst. En nou, dit staat dus natuurlijk op Facebook Live. Dus deze die kun je gewoon nog altijd terugkijken. En dat is altijd zo fijn. Wordt die dus gewoon opgeslagen. Ja. Okidoki. Nou, ik zie verder geen vragen meer. Dus dan ga ik afronden. Dankjewel. Bedankt voor jullie tijd. Namaste. En graag tot een volgende keer. Ik heb echt heel veel verteld dus. Op maandag heb ik een blog geschreven. Die kan je terugkijken. Dan kan je templates delen met je doelen. Ik heb verteld over mijn challenge. Die start 9 maart. Van yoga leider met een lange ei naar yoga leider met een korte ei. Ik heb verteld over Mercurius. Over Amerika. Dat ik geïnterviewd ben. En 2 april start ik met online training. En als je alvast het webinar wil bekijken van mijn Power Talk. Die is dus aanstaande vrijdag. Staat allemaal op het Facebook Live. En zal ik ook nog even op mijn Instagram Live erbij zetten. Ja, dus ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren. Jo, en het kijken. Doei doei. Veel plezier nog. Doei doei.